Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Alles wel. Fantastisch. Ja, ondanks het slechte weer hebben we er ongelooflijk veel zin in. En we hebben er vertrouwen in dat de weergoden ook vandaag een beetje met ons zijn, of niet? Absoluut. Ik heb de buurraden niet gecheckt. Waar ben je eigenlijk aan begonnen? Want het is heel vroeg en kletsnat buiten. Ja, maar we weten ook allemaal waarvoor we het doen natuurlijk, hè? Dus, ja. En dat maakt deze omstandigheden goed? Ja, nou, ik word er niet blij van, maar ja. Ik had liever een zonnetje gehad, maar ja, dat is op dit tijdstip sowieso onmogelijk. Ja, nou ja, we hadden natuurlijk liever een mooie weer gehad, maar ja, het is zo. Maakt niet uit. We gaan gewoon naar boven. Zie je het zitten? Ja. De weersomstandigheden en deze vroege tijden in de ochtend, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het kan altijd beter worden. Positief blijven. Ja, u bent er echt fantastisch op gekleed, hè? Dank u wel. Mooi geel. Het is nodig. Ja, het is nodig. Ja, zonder meer. Ja. Jammer. Toch wel jammer, hè? Ja, ja, ja. Of is het niet een beetje een stukje sfeer dat het erbij hoort? Hoe bedoelt u? Van het weer of niet? Nee. Gezellig in de regen. Ja, dat wel, maar... We nemen het hem niet kwalijk boven dat het nu regent. Wat zegt u, meneer? Het klagen helpt toch niet. Nee, want nat word je toch? Ja, of van zweet nat worden of van de regen, maakt niet uit. En ja, dan denk ik dat hele kleine beetje regen dat we nu hebben. Ja, jongens, dat stelt toch echt helemaal niks meer voor. Dus we gaan aftellen. Het grote moment gaat beginnen. Ik ga Sylvia vragen af te tellen. En dan mogen jullie weg. Dus hier is de microfoon voor. Is erbij? Allebei. Maar we doen het allebei. We doen het allebei. We gaan beginnen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Kom meneer, u heeft er zin in? Ja, we hebben er zin in. We gaan voor de 6 keer. U wilt er vroeg bij zijn, we willen wel in 1 keer doorrijden. De 6 keer? De 6 keer willen we gaan. Regen of geen regen? Maar dat gaat ons niks meer uitmaken. Hier zijn we voor gekomen, dus nou gaan we het waarmaken. Ja, voor Ella zie ik. Ja, mijn schoonmoeder. Dat doet u het voor vandaag? Ja, al misschien wel 8 jaar geleden overleden. Ook nog niet eens echt mogen leren kennen. Alleen voor de familie en voor mijn schoonvader en mijn vrouw en schoonbroer. Als we dan toch naar boven gaan, dan moet het wel een beetje in het achterhoofd houden. Hè? Van, weer of geen weer, u gaat. 3 keer sowieso. 3 keer? Ja. Van Sylvia, hi. Je bent ze persoonlijk aan het uitzwaaien op deze vroege ochtend. Hoe is dat? Ja, geweldig. Super bijzonder. Ja, echt al die mensen in die regen. Ze doen het gewoon. Ja, even persoonlijk nog een handje uitdelen. Ja. Even een high five hebben we erbij. Maar is het niet verschrikkelijk vroeg? Het is wel een beetje vroeg, maar ik doe het er graag voor. Toen ik wakker werd, toen dacht ik, oh, het is vroeg, maar nu heb ik er helemaal geen last meer van. Nee. Nou ja, het is heerlijk. Je geniet er wel van. Absoluut, zeker weten, ja. Ja. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Dit is uw eerste pauze. Ja, klopt. Hij is pittig. Ja? Ja, hij is pittig. Maar nu staan we nog maar bij bocht 17. Ja, nou de rest komt ook wel. Gewoon op karakter. U doet het rustig aan. Ja, ik heb geen haast. Ik heb een doel en dat is het eren van mijn moeder die 2 maanden geleden onverwachts aan kanker is overleden. Om boven te komen nu. Ik had me eigenlijk al opgegeven. Toen wist ik niet eens dat mijn moeder daaraan zou overlijden. Of überhaupt dat ze het had. Dus nu heeft het gewoon een extra lading, dus je merkt dat het, de emoties dan met conditie en alles aardig moeten vechten. Maar het gaat zeker goed komen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een korte pauze bij bocht 7. Ja, zeker. Die is gepland. Die is gepland? Die is gepland, ja. Ja, en waarom? Ik ben om 4 uur op, dus ik heb voor mezelf afgesproken dat bocht 16 en bocht 7 mijn pauzemomenten zijn. Dus, Staat het erop, meneer? Ja, dankjewel. Ja, het staat erop. Ja. Een speciaal moment om dat hier te filmen.
Nou, het is... ja, natuurlijk, het hele evenement is speciaal. En ik heb een groot evenement met de school van mijn kinderen georganiseerd, een sponsorloop. Speciaal voor alle Duzes. En ik maak nu filmpjes voor hun wat ik dan naartoe stuur. Zodat ze dat zo meteen straks op school kunnen zien wat ik allemaal meemaak. En welke school is het? L'Ambiente school in Deventer. Montessori school, L'Ambiente school in Deventer. Ja, en dat is, het is heel speciaal om hier te zijn.